Ik heb een goede man okay, neergezet. This is my radio next to my bed. And let's see what kind of interruption my radio gets. Because I'm being gang-stalked. And it's also being done by radio waves for many years now. And microwaves. So, this is my radio you hear. It's doing normal. When I'm sitting next to it, listen what happens when I'm going to stand up. Dat hij de onafhankelijkheid respecteert, dat is natuurlijk belangrijk. De rente mag best omhoog, zegt hij. What's that? Do you hear it? That's what they're sending to me. That's what my radio is intercepting. But when I sit next to it... Ja, en via Fox heeft hij misschien ook wel de beste ingang bij Trump, hè, want die kijkt daar volledig naar. So that's our radio wave. De topman van Heineken over de halfjaarcijfers, maar jij hebt again die cijfers natuurlijk al. Ja, de omzet en de winst die groeide sterk, zag er heel mooi uit. Nothing ze groeide else in een belangrijkste markt allemaal, zelfs in Europa. En dat is wel bijzonder, want het was niet verwacht. We zagen al vorig jaar al dat de huurvolume daalde in Europa. Now they are doing something different with the radio waves. You see how they can change the radio waves. That's called gang stalking. That's our radio waves. Met dat see doel heeft de provincie Noord-Brabant een nieuwe so snelheidspaal means gemaakt. The waves are coming from the opposite side. So from that side. Een smiley te zien krijgt als je aan de regels houdt. Wil je toch altijd krijgen zo'n smiley. En de spaarpaal, so you can zoals check die ook wel wordt genoemd, radio waves, vandaag microwaves, in Huizeling, vlakbij with different kind of machines, in het dorp. Devices. En daarom heeft Karel Broekhuis, verkeerspsycholoog... That's gang stalking. That's illegal. But I know it comes from my neighbor on the other side of the street. I checked it. And this neighbor on the other side of the street is a biochemist. And that doesn't mean he does radio waves or microwaves, but just a big coincidence. His son is specialized in harp, in radio waves and microwaves. He even works for the government, for radio stations. He has much experience with harp, so H-A-A-R-P. I did research and I know this for a fact.